We gaan het hebben over het oplossen van vraagstukken met behulp van eerstegraadsvergelijkingen. Dit is opnieuw herhaling eerste graad. We gaan het dus even opfrissen en verder uittypen. Stel je voor, BA Botaniek doet een wintermarkt in december en hier zal de leerlingenraad warme chocomelk en glühwein verkopen. We weten dat er in totaal 436 drankjes werden verkocht. De chocomelk werd verkocht aan €2,20 per glas en glühwein aan €2,80. Op het einde van de avond had de leerlingenraad dan alles, al het geld geteld en hadden ze €1048,6 in kas. Nu is de vraag hoeveel chocomelk en hoeveel glühwein werd er dan verkocht. Moeilijk probleem. We gaan hier stapsgewijs mee aan de slag. En wat zal ons hierbij helpen? Een eerste graadsvergelijking zorgt ervoor dat dit niet zo moeilijk wordt. Eerst en vooral, ik weet dat vraagstukken voor heel wat leerlingen problemen met zich meebrengt. Daarom zullen we eerst nog even oefenen op wiskundetaal. Dat wil zeggen dat we spreektaal gaan omzetten in wiskundetaal. Dat is een eerste fase, maar als dat niet lukt, kan je ook niet verder gaan met die vraagstukken. Jullie zullen zien dat ik ook een documentje Theorie Wiskundetaal heb opgesteld. Daarin staan heel wat wiskundige begrippen, met daarbij ook de omzetting naar de wiskundetaal. Dus als het gaat over de som of het kwadraat enzovoort, hoe zet ik dat dan concreet om in wiskundetaal? Die begrippen die zijn noodzakelijk om te kennen, want zonder dat je die begrippen kent, kan je onmogelijk de vraagstukken oplossen. Als je dus merkt dat je hier nog problemen mee hebt, dan bekijk je sowieso dit document nog even. We gaan die vraagstukken ook stap voor stap aanpakken. We willen niet meteen alles tegelijk in wiskundetaal omzetten, dat is heel moeilijk. Je bekijkt de woorden stuk voor stuk en gaat zo rustig aan de slag. Enkele basisvoorbeelden. Als we het hebben over een getal, net zoals bij de gewone oefeningen van eerste graadsvergelijkingen, zullen we telkens een letter gebruiken. Ook hier is het vaakst voorkomende letter X. Met die letter X gaan we dan een aantal bewerkingen kunnen doen. Jullie zullen merken dat er weer geregeld een pauzeknop verschijnt. Als jullie dan op pauze duwen, kunnen jullie eerst weer zelf even aan de slag, vooraleer je mijn oplossingen ziet verschijnen. Wie wil, kan nu dus op pauze duwen. Goed, 2 meer dan een getal. 2 meer wil zeggen, we gaan er iets bij optellen. Dus een getal was al x, plus 2, 2 meer. Een kwart van een getal. Een kwart is een ander woord voor 1 vierde. 1 vierde van iets. Het woordje van duidt op, we vermenigvuldigen 1 vierde met dit getal. We kunnen dit ofwel noteren als 1 vierde x, want we weten dat er hier tussen 1 vierde en x eigenlijk een maalteken staat, maar dat hoeven we niet te schrijven. Dus 1 vierde maal x is 1 vierde x. Of kortweg kunnen we dit noteren als x op 4. Het kwadraat van een getal. Het kwadraat is een ander woord voor een tweede macht, dus ik neem x tot de tweede. 2 keer meer dan een getal. Let goed op, we hadden hier 2 meer dan een getal. Hier hebben we 2 keer meer dan een getal. Groot verschil, die 2 keer meer, dat wijst hier op een vermenigvuldiging. Dus we moeten 2 maal x of kortweg ook 2x. Ook hier mogen we dat maalteken weglaten. Nog enkele andere voorbeelden. Wie wil, kan weer op pauze duwen. Het verschil van min 12 en een getal. Het verschil. We gaan een aftrekking moeten doen. Ik doe min 12 min x. De helft van een getal. De helft wil zeggen, we gaan delen door 2. 1 tweede x of x op 2. Wat eventueel zelfs nog kan, is x gedeeld door 2 schrijven. Het quotient van een getal en 12. Quotient is ook een deling. Dus ofwel x gedeeld door 12
Of tweede optie, x op 12. Breukstreep, we hebben dat al langer geleerd, dat betekent hetzelfde als delen door. Het product van min 4 en een getal. Het product, we gaan moeten vermenigvuldigen. Dus min 4 maal x. Of als we het vermenigvuldigingsteken weglaten, min 4x. Een vijfde deel van een getal. Een vijfde, 1 vijfde als breuk, 1 vijfde x. Of x op 5. Derde reeks. Wie wil kan op pauze duwen. Het dubbele van een getal, dus 2 maal een getal. 2 maal x of 2x. Het drievoud. Telkens als hier fout staat, denk aan het woord veelvoud. Dan hebben we 3 keer iets vermenigvuldigd. In dit geval het drievoud van een getal, dus 3 maal een getal of 3x als we het maalteken weglaten. 2 derde van een getal. Opnieuw, dat kan zijn 2 derde x of ik kan die x die hier staat ook opnieuw mee in de teller schrijven, zodanig dat we 2x op 3 krijgen. Het gemiddelde van 12, 65 en x. Om het gemiddelde te nemen, weten jullie dat we alle getallen optellen, gedeeld door het aantal getallen. Ik tel dus die 12, 65 en x op. Dat zijn 3 getallen, dus ik deel door 3. En tot slot, de vierkantswortel van een getal wordt vierkantswortel x. Enkele uitgebreidere voorbeelden. Als we iets hebben in deze vorm, sommige leerlingen slaan dan al in paniek, want daar staat heel wat informatie, ook al is dat eigenlijk maar één zin. 3/4 van de som van een getal, en 16, is 102. We gaan dat hier stap voor stap aanpakken. Wie wil, kan zelf al eens proberen. De som, zie ik hier al. De som, hebben we gezien, is een optelling. Van wat nemen we de som? Van een getal en 16. Dus een getal is x en 16 erbij optellen. Daarvan nemen we 3/4. Dus 3/4 van, ik heb daar straks gezegd, dat wordt maal. 3/4 maal x plus 16. Let op, ik wil 3/4 nemen van de som van een getal en 16. Dus van heel dit. Dat wil zeggen dat ik nog haakjes moet toevoegen. En tot slot is 102. Dus is 102. Tweede uitgebreider voorbeeld. Ik wil het verschil nemen. Verschil. We zullen dus een aftrekking moeten uitvoeren. Van 136 en een getal. Dus 136 min x. Daarvan moet ik het kwadraat nemen. Opnieuw, ik neem het kwadraat van het verschil van 136 en een getal. Dus van heel de bewerking die hier staat. Zelfde principe als daarnet. Ik moet eerst haakjes plaatsen om dan tot de tweede te doen. Want het kwadraat is een ander woord voor de tweede macht. En tot slot is 5041. Dus dat voeg ik er nog aan toe. Voorbeeld van een korte toepassing. Stel jullie voor dat jullie zelfgemaakte oorbellen verkoopt en ze koopt x paar oorbellen aan 5,5 euro per paar. Nu wil ik de totale opbrengst omzetten in wiskundetaal. De totale opbrengst kunnen jullie eerst zelf proberen te noteren. Goed. De totale opbrengst vind je door de prijs te nemen en ik vermenigvuldig die met het aantal oorbellen dat ze heeft verkocht. De prijs vinden we hier terug. Het aantal verkochte oorbellen hebben we x genoemd, dus ik ga 5,5 euro maal x doen, of kortweg 5,5x.
Tweede toepassing. In een winkeltje, het naaibotiekje, worden er twee stukken stof verkocht. De totale lengte van die twee stukken stof is 2,5 meter. We weten dat Lore x meter van die stof koopt en Joren koopt het resterende aantal meter stof. We weten ook dat de stof aan 9,15 euro per meter wordt verkocht. Het eerste dat ik in wiskundetaal wil noteren is hoeveel Lore moet betalen. Opnieuw, jullie kunnen die drie zaken eerst weer zelf proberen voor jullie naar de oplossingen kijken. Hoeveel Lore moet betalen, dat wil zeggen, we gaan opnieuw de prijs per meter moeten nemen en die vermenigvuldigen we met het aantal meters die Lore heeft gekocht. We vinden dat hier weer terug in de opgave, dus de prijs 9,15 euro maal het aantal meter is x. Dus 9,15x moet zij betalen. Hoeveel meter stof moet Joren kopen? We vertrekken met het totaal aantal meter stof. Dat is die 12,5 meter. We weten dat Lore al een stukje koopt. We gaan die er dus van af moeten trekken om te weten hoeveel Joren nog overhoudt. Dus met andere woorden, 12,5 meter min x van het aantal meter die Lore koopt. Hoeveel moet Joren dan betalen? Opnieuw, hij zal de prijs per meter moeten nemen en hij gaat dit moeten vermenigvuldigen met het aantal meter die hij koopt. Ah, het aantal meter hadden we net berekend. Dat was die 12,5 meter min x, want die had Lore gekocht. Dus 9,15 euro maal 12,5 min x. Maar let ook hier op. Ik wil die 9,15 vermenigvuldigen met het volledige 12,5 min x. Dus ook hier moeten we haakjes plaatsen. Zo, en dan hebben we ook hier alle gevraagde zaken in wiskundetaal omgezet. We gaan terug naar de wintermarkt. We hebben daarnet het vraagstuk al even besproken. We zullen hier aanduiden wat er telkens gegeven is en wat er allemaal gevraagd is. We gaan eens even kijken. We zien hier als eerste gegeven al dat er 436 drankjes verkocht werden. We weten dat de chocomelk aan 2,20 euro werd verkocht en glühwein aan 2,80 euro. De totale opbrengst kennen we ook. Die is 1048,6 euro. Wat wil ik nu weten? Hoeveel chocomelk en hoeveel blue wine dat er verkocht werd. Heel vaak staat datgene dat je wil weten achteraan in het vraagstuk. Goed. Eerste stap bij het oplossen van vraagstukken met een eerste graadsvergelijking. Keuze onbekend. Dus met andere woorden, wat zoek ik? We gaan dat hier altijd in functie van x noteren. Ik zie daar al staan dat we willen weten hoeveel chocomelk er verkocht werd. Dus x aantal chocomelk die verkocht werd. Ik wil ook weten hoeveel glühwein dat er verkocht werd. Ik kan dat ook bij de keuze onbekende gaan noteren als er twee zaken gevraagd zijn. Maar we gaan dit wel telkens in functie van x noteren. Hoe vind ik nu het aantal glühwein? Ik vertrek vanuit het totaal aantal drankjes en ik ga daar het aantal chocomelks van aftrekken. Het totaal aantal drankjes hadden we ook aangeduid bij het gegeven, dat waren er 436. Het aantal chocomelks, die hebben we x genoemd, dus ik doe 436 min x. Dat kunnen we dan noteren bij de keuze onbekende. Volgende fase is het opstellen van de vergelijking. Dit is samen met de keuze onbekende het moeilijkste onderdeel van die vraagstukken oplossen, want we zullen ook hier nog verder moeten omzetten in wiskundetaal. We gaan eens even kijken. Ik wil weten hoeveel chocomelk en hoeveel glühwein er verkocht werd. Ik weet ook iets over de opbrengst, dus we zullen eens even moeten nadenken hoe we aan die totale opbrengst komen.
Als ik de prijs van de chocomelk neem en ik vermenigvuldig die met het aantal chocomelks die verkocht werden, dan weet ik al hoeveel inkomsten ik daarvoor in totaal heb ontvangen. Hetzelfde doe ik voor de glühwein. Ik neem de prijs van de glühwein en ik doe dan maal het aantal verkochte glühweins en dan weet ik ook daar de afzonderlijke opbrengst van. Als ik van de chocomelk en de glühwein telkens afzonderlijk de opbrengst ken en ik tel die bij elkaar op, dan vind ik uiteraard de totale opbrengst. De prijs van de chocomelk hebben we hier aangeduid bij de gegevens, was €2,20. Het aantal chocomelks hebben we bij de keuze van de onbekende al benoemd, dat is x. De prijs van de glühwein kennen we ook, want die hebben we hier aangeduid bij het gegeven, €2,80. En het aantal glühweins, ook bij de keuze onbekende, is 436 min x. Opnieuw, opgepast. Ik wil die prijs van die glühwein, die €2,80, vermenigvuldigen met heel dit stuk. Want dit hier in totaal is het aantal glühweins. Laat u weer niet vangen. Opnieuw, hier moeten haakjes komen. De opbrengst stond ook hier bij het gegeven, is €1048,6. Van zodra we deze vergelijking hebben opgesteld, gaan we die ook verder oplossen. Hier kunnen we opnieuw ons stappenplan van het oplossen van eerste graads vergelijkingen op toepassen. We gaan dit even in een apart venster doen, omdat dit een te lange bewerking anders wordt. Eerst en vooral, ik zie haakjes staan. Dat is dus het eerste dat we zullen moeten oplossen. Distributiviteit toepassen. 2,80 maal 436 is 1220,8. 2,80 maal min x wordt min 2,8x. De rest blijft gewoon staan. Volgende stap, alles met x in het ene lid, alles zonder x in het andere lid. Dus dat wil zeggen een optelling overbrengen naar het andere lid wordt een aftrekking. Ik reken elk lid afzonderlijk uit. Ik krijg dus min 0,6x is min 172,2. Het getal dat bij x staat, die factor bij x, ga ik ook overbrengen. Let erop, hier staat een maalteken tussen min 0,6 en x. Dus dat wordt gedeeld door min 0,6. Die min blijft opnieuw staan. Dit is een toestandsteken, dit is in dit geval geen bewerkingsteken. En als ik dit uitreken, je mag hier uiteraard je rekenmachine voor gebruiken als dat nodig is, dan vinden we dat x 287 is. Ik ga even de stappen die we hebben genoteerd weglaten. We hadden gevonden, x is 287. Goed. X staat ook bij de keuze onbekende. Wat wil dat nu zeggen, die x? Dat wil zeggen dat we 287 chocomelks verkocht hebben. Goed, ik wil ook nog weten hoeveel glühwein er verkocht werd. Daarvoor had ik opgeschreven dat we dat kunnen vinden door 436 drankjes min x te doen. Dus met andere woorden, die 436 min 287... En dan vind je 149. Dat is het aantal glühweins dat werd verkocht. Tot slot, bij een vraagstuk hoort altijd een antwoord. We noteren dit antwoord steeds in een zin. Dus in dit geval werden er 287 glazen chocomelk en 149 glazen glühwein verkocht. En dan is ons vraagstuk opgelost. Nog eens even naar het stappenplan. Eerste fase was de keuze onbekende, dus met andere woorden, wat wordt er gevraagd? We hebben daar straks gezien dat dit meestal achteraan in een vraagstuk terug te vinden is. We gaan hiervoor steeds x gebruiken, dus bij keuze onbekende moet altijd iets staan als x is, en dan in woorden hetgene dat je zoekt. In dit geval het aantal chocomelk, of dat kan evengoed zijn x is een getal, of wat dan ook. Als er nog iets gevraagd wordt, noteren we dit altijd in functie van x. We gaan hier nooit bij eerste graadsvergelijkingen een tweede letter gebruiken. Dus daar gaat nooit staan y is of x1 is. Maar
gaat bijvoorbeeld x min een getal moeten doen, of wat dan ook. Vergelijking opstellen. Ook hier hebben we het vraagstuk in kleinere delen opgedeeld. Voor zowel keuze onbekende als de vergelijking opstellen, kan je zeker in het vraagstuk een aantal dingen gaan markeren die je zullen helpen om dit op te stellen. Dan zet je stap voor stap alles om in wiskundetaal. Je probeert niet het hele vraagstuk in één keer op te lossen, dat is veel te moeilijk. Je wil geen fouten maken, dus doe dat rustig aan, stap voor stap. Als je daar moeilijk mee hebt, opnieuw bekijk ook het documentje van de theorie van de wiskundetaal. Als dat allemaal goed en wel is verlopen, gaan we die vergelijking oplossen. Noteer voldoende tussenstappen, zodat je geen fouten maakt door te snel te zijn. Ook hier kan je kijken naar de stapjes om een eerste graadsvergelijking op te lossen. En tot slot een antwoordzin. Je kan ook steeds jouw antwoord controleren, zodanig dat je zeker bent. En je noteert netjes een zin.